Op woensdagavond 26 oktober heeft de fractie van de Partij van de Arbeid Neder-Betuwe het vertrouwen in de coalitie met SGP en CDA opgezegd. Sinds de behandeling van de begroting 2016 is de relatie ernstig verstoord. Het negeren van de fractie van de PvdA en daarmee van de afspraken uit het coalitieakkoord hebben tot een onherstelbare vertrouwensbreuk geleid. Logisch gevolg daarvan is dat wethouder van Neerbosch zijn ontslag heeft aangeboden. De SGP en het CDA zijn in 2015 met steun van de VVD een koers van bezuiniging ingeslagen op binnen- en buitensportaccommodaties en jongeren- en ouderenwerk. Daarnaast zijn zij, ondanks de gezonde financiële positie van de gemeente, nog steeds voornemens om 200.000 euro te bezuinigen op het bibliotheekwerk. Het openlijk in twijfel trekken van de voorwaarden die door de gemeente zijn gesteld met betrekking tot de regionale onderzoek naar het bibliotheekwerk in Rivierenland, is volgens de Partij van de Arbeid op zijn zachtst gezegd onhandig van de SGP en het CDA. De gemeente neder wil graag de regionale samenwerking versterken en een betrouwbare partner zijn in de regio. De bezuinigingsvoorstellen van 2015 tasten volgens de Partij van de Arbeid de leefbaarheid in de kernen aan en zetten de verenigingen financieel onder druk. De begroting van 2017 biedt voldoende financiële ruimte om deze besluiten te heroverwegen, maar daar voelen dus SGP en CDA niet veel voor. De coalitiepartners gaan zo snel mogelijk op zoek naar een vervanger voor de opgestapte wethouder. Volgens bronnen wordt deze als eerste gezocht in de VVD-kringen en zal vermoedelijk van buiten de gemeente worden geworven.